Een beetje met opzet hebben we elkaar op voorhand niet echt leren kennen. Dus dat was wat er nodig was, is dat wij elkaar gaandeweg leerden kennen tijdens het proces. Omdat dat ook in de film gebeurt. En dat is mijn inzien zeer goed verlopen. Ondertussen is dat een goede vriend. Of dat in de film zo is, dat laat ik nog even in het midden. Ja, maar dat was wel speciaal, maar nooit onwennig. Ik moet er mysterieus over blijven, omdat de film daar eigenlijk over gaat. Ja, ja. Veel andere bekende gezichten. Roos van Akker, Tom Waas en ja, bedoel, Eva Giesel. Heb je veel scènes met al die mensen? Of? Ik heb met ieder van hen wel een scène. Met Tom, die ik toch al een tijdje ken en onrechtstreeks de aanstoker is van mijn carrière. Dat is Tom Waas, want tijdens de Comedy Casino Cup was hij samen met Patrick, met PDW, de man die mij toch heeft doorgestuwd verder in de wedstrijd. En altijd achter mij is blijven staan. Dus dat was een prettig weerzien. In de film is het een minder prettig weerzien. Maar ook daar kan ik niet zoveel over zeggen. Roos ken ik ook al heel lang. Ik denk dat dat haar eerste stappen in de cinema zijn. Maar ik denk wel dat dat haar meer proeft in haar geval.